is dat weer kleur. En met de Nederlandse. Straight from the underground, a young nigga got it bad cause I'm brown, and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for. We hebben deze protest georganiseerd om een stem te laten horen tegen de criminalisering van mensen die in verzet zijn. Dus wat je ziet is dat we wel een demonstratievergunning krijgen en vervolgens de politie beperkingen oplegt op het recht om te demonstreren. En dat is een uitholling van de vrijheid van meningsuiting. De tweede reden waarom we hier staan is dat we ook vieren dat Abul Qasim heeft gewonnen. Want de OM had zijn spierballen getoond. Een dag nadat het in de publiciteit kwam is ze onder druk van de protesten heeft ze een stap terug gedaan. En dat is een reden om met de activisten die hier zijn dat te vieren. Haar tegen Abul Qasim gaat niet om majesteitsschennis of over het Koningshuis. Het gaat hier over intimidatie en repressie tegen een nieuwe opkomende beweging die een sterke tegenmacht aan het bouwen is. Een paar woorden en je verliest je baan. Een paar woorden en je wordt in de handboeien geslagen en in de cel gegooid. Iedereen weet over welke woorden ik het heb, toch? Nee, niet fuck de koning. Ik heb het over de woorden Zwarte Piet is racisme. Ik heb het over de woorden Free, Free Palestine. Ik heb het over de woorden Weg met islamofobie. Goedenavond dames en heren en welkom bij het debat Fuck de vrijheid van meningsuiting. Het is echt een fantastische zin om uit te spreken en ik hoop het gedurende de avond nog een paar keer te mogen zeggen. Mijn naam is Baram Sadeghi en ik heb de grote eer en misschien iets grotere verantwoordelijkheid om gespreksleider te zijn, jullie host te zijn vanavond. Dus als alles goed gaat, dan moet ik ervoor zorgen dat deze avond in goede banen geleid wordt. Wel nu. Toen de programmamaker van de Bali mij vroeg om deze avond te leiden, zei ik vrij direct ja. Ik vind vrijheid van meningsuiting een heel belangrijk onderwerp, heel interessant onderwerp. En zeker toen ik de namen van de panelleden zag, toen was ik helemaal verkocht. Ik zei ja, ik doe het. Maar ik had een wedervraag voor hem. Wat is het doel, of misschien meervoud, wat zijn de doelen van de avond? En hoe moeten we ervoor zorgen dat het onderwerp zo ingekaderd wordt dat we niet de hele avond en nacht en verder daarover praten, maar dat we pak een beet tegen de tijd van begin van de tweede helft van PSV Manchester, het is vanavond, rond 9:45, dat we klaar zijn dat we aan de drank kunnen. Toen, binnen een paar dagen kreeg ik een e-mail van hem terug, en met de doelen. En ik zeg niet alleen maar fuck de vrijheid van meningsuiting, maar ook fuck briefgeheim, ik ga die mail met jullie mededelen, want daar staan de doelen in. Even kijken. Ik moet ook in de microfoon praten, want deze avond wordt ook gestreamd. Dus hierbij, lieve mensen thuis of op het werk of in het buitenland of waar dan ook, welkom en fuck jullie. Nee, fuck de vrijheid van meningsuiting. De doelen van de avond. 1. Het verkennen van de grenzen van het vrij woord. Zijn er grenzen of moeten we echt alles kunnen zeggen? 2. Als er grenzen zijn, waar zijn die grenzen op gebaseerd? Op basis van juridische en morele argumenten? Of is er ook een begrenzing van het vrije woord op basis van kleur en religie? En vooral die twee aspecten zijn voor een van onze panelleden heel erg belangrijk. Dus dat is echt de inkadering van de avond. Kleur en religie. Tot slot, en het klinkt een beetje stichtelijk, zei ik gelijk ook tegen die programmamaker. Kijk, jullie zijn allemaal met bepaalde ideeën hier binnengekomen. Ik ben in ieder geval veel te oud om van mijn ideeën over vrijheid van meningsuiting af te stappen. Maar misschien een van de doelen van vanavond is, zoals hij het verwoordde, proberen iets meer tot elkaar te komen. Misschien onze kaders te verruimen en wederzijds begrip voor elkaar op te kunnen brengen.
misschien niet vanavond, maar misschien morgen of volgende week, dat je bedenkt, hey, ik heb een heel kleine rimpeling in mijn eigen kaders kunnen ontdekken. Ik heb een kleine sprong over mijn eigen schaduw kunnen plegen. Verder, kijk, ongetwijfeld vanavond zaken als Zwarte Piet, Israël, gender, migratie, asielzaken, die komen ook om de hoek kijken. Maar ik hoop dat we het allemaal kunnen betrekken op de vrijheid van meningsuiting. Dus niet op zichzelf staande onderwerpen, maar wat kunnen wij met die onderwerpen met betrekking tot vrijheid van meningsuiting bespreken. Nou, nu weten jullie wat het doel van de avond is. Heel kort het verloop van de avond. Ik ga zo meteen de schrijver van dit boek, Vrijheid van meningsuiting voor beginners, van Renzo Verwer. Verwer? Ja, die ga ik even een paar vragen stellen, dus het is een gesprek. Daarna, laten we zeggen, antiracismeactivist Aboulkassim Al-Jabari, die gaat daar een praatje houden. Vervolgens begint eigenlijk het debat tussen Aboulkassim en Bart-Jan Spruit. Hij is de voorzitter van Edmund Borges Stichting en is een conservatieve denktank. En als alles goed gaat, zijn we, zoals ik zei, rond 10:15 zijn we klaar. En is er ook een rol voor jullie weggelegd? Jazeker. Als je een vraag hebt, steek je hand op. Alleen, ja, jullie moeten het echt in de microfoon inspreken, want als die microfoon hier staat, verstaat niemand het en het zou echt zonde zijn. Nu heb ik alles gezegd. Ja, dan is het tijd gekomen om Renzo naar voren te roepen. Renzo, zou je alsjeblieft daar plaats willen nemen? Oké. Okay. Ja, alsjeblieft. Nee, Renzo, ga zitten. En ik ga tegen jou en tegen alle sprekers straks ook zeggen vanavond in de microfoon praten. Even okay. Renzo. Ja, vertel eens. Even de allerbelangrijkste dingen namelijk vanavond, oud-Hollandse dingen, hè. Het boek is normaal gesproken €12,50, maar vanavond voor €10 verkrijgbaar. Ja hoor, u kunt het na afloop kopen bij me. Precies, ja. Oké. Nu is het belangrijkste gezegd. Nu kan ik weg. Nee, okay. Ik wil toch even van jou weten. Weet je, ja. Zoals jij, want het boek is net uitgekomen in september. Ja, eind september, klopt. Ja, laat ik de korte, grote vraag wat je op tafel gooien. Hoe is het gesteld met de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Daar kun je verschillende antwoorden op geven. Zelf heb ik de neiging om te zeggen van ja, kijk, je kunt zeggen het is geweldig gesteld met die vrije mening. Het is grondwettelijk gegarandeerd dat je niet automatisch, je hoeft niet van tevoren, of je, als je een blog schrijft of een krantartikel publiceert, hoef je niet van tevoren toestemming te vragen. Het zijn dingen die wij ontzettend normaal vinden in Nederland. Maar ik heb ook wel gehoord van via van een Tunesische cartoontekenaar. En die moet gewoon van tevoren zijn cartoon, die in een krant komt, die moet hij opsturen aan de censor. Ja. En dat vindt hij ook heel normaal. Dat systeem is heel anders. En zo gezien is het eigenlijk behoorlijk goed met die vrije meningsuiting in Nederland. Want dit soort dingen hoeft allemaal niet. Ja. Hoeven allemaal niet. Ja. Ik hoor bijna een soort maar opkomen. Ja, die hoor ik ook. Ja. Nou, dat was ook een van de redenen waarom ik dit boek begon te schrijven iets meer dan een jaar geleden. Ja. Ik dacht van ja, er is een behoorlijke... Ik vroeg mij af toen van ja, die vrije meningsuiting is er en die is ook redelijk gegarandeerd. Maar in de vervolging ervan, in hoeverre speelt allerlei willekeur een rol? De een wordt wel vervolgd, de ander niet een paar jaar later om dezelfde opmerking. Waarom wordt Wilders wel vervolgd, waarom die niet? Het gezeur over een imam die eens een keer iets geroepen heeft over homo's. Hè, dat zijn uitspraken waar ik het helemaal niet mee eens ben, maar dat ik dacht van ja, moet er nou zoveel heisa om worden gemaakt? Dus is er sprake van inconsequent gedrag of kan je nog verder gaan zeggen hypocrisie in de... uitvoering of gezag, toezicht op vrijheid van meningsuiting? Ja, er is een ongelooflijke willekeur. Er zit altijd, als er tot vervolging wordt overgegaan, van een mening, in dit geval ook bijvoorbeeld Aboulkassim heeft dat gehad, met Fulk de Koning, er zit altijd iets achter. Ik weet niet altijd wat, maar er is altijd iemand op de achtergrond, iemand officier van justitie die het... die een uiting ernstig vindt en ja, kennelijk opdracht geeft aan politie of... politie wil in een goed blaadje komen. Ja. En zo zie je dat er bij allerlei demonstraties
Even kijken naar vorig jaar de demonstratie waar Abu Qasim werd opgepakt. Ja. Maar ook een paar weken geleden, en dat waren dan weer vooral witte mensen, bij de Pegida-demonstratie. Bij wat? Pegida, de bevolking. Pegida, in Utrecht. In Utrecht, er werden mensen opgepakt die vooral, die toch die hadden anti-islam of anti-Mohammed cartoons. Ja. En die werden opgepakt en later vrijgelaten met een excuus. Ja. Iets wat veel vaker gebeurd is, ook in het verleden met demonstraties tegen, tegen Maxima of dat soort dingen. Ja. Dus er is toch ook weer wel wat aan de hand. Ja. Maar het is altijd beter dan in Tunesië. Dat geef ik onmiddellijk toe. Ik vind het heel fijn dat je, dat je dan criterium, zeg maar, de lat legt bij Tunesië. Nou. Niet bij Noord-Korea of Iran. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat kan ook. Daar gaan we natuurlijk wel heel erg... kan je eens vergelijken bijvoorbeeld met omringende landen of landen die op ons lijken? Ja, dingen zijn... Word je daar blij van? Amerika kan weer heel ver gaan. In Amerika heb je bijvoorbeeld een... in Nederland zijn nogal vaak zaken wegens artikel 137. Dat is een beperking op de vrijheid van meningsuiting. Het beroemde haatzaai-artikel. Is het 137b of zeg ik... A tot en met E. A tot en met E. Die diverse varianten. Kijk, daar heb je de expert voor. Vertel eens. Dank je. Maar ik ken ze niet allemaal precieze verschillen tussen A en C en E. Maar ga door. Ja. Nou, dat artikel wordt nogal vaak gehanteerd. Het is het befaamde haatzaai-artikelen, aanzetten tot haat tegen een bevolking. Mm-hmm. Bevolkingsgroep, pardon. Mm-hmm. Dat bestaat in Nederland. Wilders heeft ermee te maken gehad. In het verleden ook andere mensen. In Amerika bestaat zoiets helemaal niet. Zo'n artikel tenminste. Ja. Ik bedoel, haatzaaien zal ongetwijfeld daar ook bestaan. Ja. Maar mensen worden daar... er is een beroemd voorbeeld van een groep religieuzen... die dan heel erg tegen het beleid van Bush waren en, in Irak. Die gingen gewoon als de... militairen terugkwamen, dan gingen ze demonstreren van, of bij begrafenissen. Bij begrafenissen gingen ze demonstreren van. Jullie gaan allemaal naar de hel. Ja, jullie gaan naar de hel. En dat waren dan echt nabestaanden die daar gewoon hun soldaten, hun zonen en familieleden te graven droegen. En die werden dan geconfronteerd met teksten als: jullie zoon is een faggot, hij gaat naar de hel, dat soort dingen. Ja. Daar is toen een zaak over geweest en de Amerikaanse justitie sprak uiteindelijk uit. Ja. Van we vinden het niet leuk, het is ook niet fatsoenlijk. Ja. En er zijn nog een heleboel andere dingen die we ervoor kunnen vinden, maar het mag van de wet. Ja. Dus het zal wel moeten. Ja, volgens mij zou dit in Nederland... niet heel gauw kunnen, eerlijk gezegd. Ja. Heb je Ik denk dat de politie een beroep zou doen op de openbare orde. Ja, even laatste vraag. Ja? Heb je enig idee hoe dat komt? Amerika heeft waarschijnlijk toch meer in die cultuur van de vrijheid. Ja, maar dan ga je vragen, hoe komt dat dan weer? Ja, grondwettelijk, andere dingen en zo. Amerika heeft bijvoorbeeld in andere opzichten weer helemaal niet zoveel met die vrije meningsuiting. Satire drijven met religie, dat ligt daar veel gevoeliger dan in Nederland. Ja. Dus... Zou het allemaal met die zogenaamde, niet voorvaderen, maar de mensen die pakken bij 300 jaar geleden vluchten uit Europa, religieuze, naar Amerika, waardoor de religies en vrijheid van meningsuiting, ze vluchten echt voor hun vrijheid van meningsuiting, dat het daar veel meer geworteld is dan hier? Een hypothese? Het zou ermee te maken kunnen hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou er eigenlijk geen uitspraak over durven doen. Dan zou ik een nieuw onderzoek moeten gaan verrichten. Maar het is vrijheid van mensen, mag je dat zeggen? Ja, maar ik zal je eerlijk zeggen dat ik het gewoon niet weet. En dat hoort ook bij, dat moet ook maar eens een keer gezegd worden in allerlei discussies, niet alleen over de vrijheid van meningsuiting, dat je soms iets gewoon niet weet, dat een vraag niet volmaakt te beantwoorden is, althans niet door mij. Ah, dat pleit voor het jaar, Renzo. Dat pleit. Dank je. Ik wil het hierbij min of meer laten. Maar, kijk, als het goed is, zit jij daar. Ik heb oogcontact met de zaal, maar ook voor jou, met jou. Maar je hebt het boek per slot van rekening net geschreven. Als je een vraag hebt, of soms kan je dingen bijvoorbeeld in historisch perspectief plaatsen. Als het hier is over Hans Jan Maat hebben. Of over, noem eens wat, Harry Mulisch en Reven en nog verder hebben, dan kan jij misschien even iets toevoegen. Hou ik speciaal in de gaten, maar dan kom ik weer met de microfoon naar je toe. En wie weet kom ik helemaal aan het eind van de avond nog een keer bij jou terug van Renzo, nu je dit allemaal hebt gehoord.
Ja, dat is goed. Wat is de stand van zaken in vrijheid van meningsuiting in de Bali op een koude novemberavond? Nou, laten we dat doen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik ga terug naar je. Oké, dankjewel, dankjewel. Nou, dan is het moment gekomen om de man, nou, dit is een beetje overdreven, de man om wie het allemaal draaide, de man die het allemaal heeft verzonnen, fuck de vrijheid van meningsuiting, fuck de koning, even naar voren te roepen. Al-Jabari, zou je alsjeblieft daar plaats gaan nemen? En jij hebt een speech, yes, jij krijgt applaus. In de microfoon en dan over 10 minuten ben je ongeveer klaar, denk ik, ja? Kan iedereen mij verstaan? Ook de mensen in de livestream. SMS even naar de zaal als je het niet kunt horen. Ik ben het tot op zekere hoogte eens met Renzo. Ik denk dat er inderdaad een willekeur is in de manier waarop vrijheid van meningsuiting wordt toegepast. Maar tegelijkertijd kunnen we ook structuren identificeren. En daar wil ik het over gaan hebben. De vrijheid van meningsuiting in Nederland is niet vrij. Niet voor iedereen. In het algemeen accepteert men dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is. Het is alleen wanneer men moslims of de zwarte gemeenschap wil beledigen, dat we plotseling vage filosofische debatten gaan voeren over waar de grenzen zouden moeten liggen van de vrijheid van meningsuiting, zonder dat we de daadwerkelijk aanwezige grenzen erkennen. Er zijn namelijk al kaders. Sterker nog, ik zal de case maken dat de vrijheid van meningsuiting tot op zekere hoogte raciaal is ingekaderd. En net zoals zoveel rechten in dit land, zoals toegang tot de arbeidsmarkt of toegang tot hoger onderwijs, hebben mensen van kleur in Nederland beperkte toegang tot de vrijheid van meningsuiting. Racisme in Nederland is institutioneel. Dat betekent dat het op verschillende niveaus zich uit. En er is ook geen reden om aan te nemen dat racisme niet doorsijpelt in de distributie van vrijheid van meningsuiting. Wanneer we erkennen dat er kaders zijn die bepalen wat een legitieme mening is en wat een abjecte mening is, dan roept dat een aantal vragen op. De eerste vraag is: hoe zien die kaders eruit? En de tweede vraag, en misschien belangrijker, is: zijn ze rechtvaardig? Mijn antwoord daarop is uiteraard nee, ze zijn niet rechtvaardig. Ik denk dat die kaders koloniale tinten hebben die de ervaring, geschiedenis en realiteit van mensen van kleur structureel ontkent. Er is dan ook een consistente dubbele standaard in de toepassing van vrijheid van meningsuiting die dit in stand houdt. En respecteer je deze standaard niet, dan kan het gebeuren dat je daarvoor een prijs voor moet betalen. En ik zal dit illustreren aan de hand van het debat rondom Zwarte Piet en ook het debat rondom Palestina. Wanneer we praten over Palestina, wordt er voor ons bepaald wie de goede rikken zijn en wie de slechte rikken. Wie de slachtoffers en wie de daders. Hamas is bijvoorbeeld volgens de Nederlandse regering een terroristische organisatie, terwijl Israël een legitieme staat is die het recht heeft zichzelf te verdedigen. Voor mij is Hamas een organisatie die van vrijheidsstrijders die zich verzetten tegen massamoord en etnische zuivering in de Gazastrook. Mag ik dat zeggen? Dat mag niet. In de zomer van 2014 hebben wij gedemonstreerd tegen de Israëlische agressie in de Gazastrook. Toen is er een politiecommandant naar ons toegekomen en heeft expliciet gewaarschuwd: als jullie het opnemen voor Hamas, dan sleuren we jullie van het podium af en zullen we jullie in de cel gooien. We mochten ook geen Hamas-vlaggen tonen. En in deze periode zijn heel veel mensen hun baan verloren. Omdat ze zich openlijk hebben uitgesproken op sociale media tegen de bezetting van Palestina. Ik hoor mensen in de zaal een beetje denken van: je kiest het verkeerde voorbeeld. Wil je dit echt illustreren aan de hand van Hamas? Dat is toch een terreurorganisatie? En dit is wat mij betreft juist het probleem. Want weinig mensen zullen de kaders bevragen die Hamas in de eerste plaats in het hoekje terreur plaatst. Het staat bijvoorbeeld voor heel veel mensen niet eens ter discussie dat Palestijnen als bezet volk ook onder internationaal recht het recht hebben op zelfverdediging, ook al is dat gewapend. Niemand zal de feiten erbij halen, namelijk dat Israël in de zomer van 2014 2500 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, waarvan 500 kinderen. En Hamas in die laatste oorlog 2 burgerslachtoffers om precies te zijn en 67 soldaten. En de reden dat niemand deze vragen stelt en dat Hamas toch het monster is en Israël het slachtoffer, is omdat Hamas consistent gedemoniseerd is in de massamedia en door de politiek. En dat gaat heel makkelijk. Waarom? Omdat het woord terreur direct de associatie moslim of Arabier oproept en andersom.
Men kan zich niet voorstellen dat Arabieren die de wapens oppakken tegen een staat die wordt gezien als westers, dat die legitimiteit kunnen hebben. Daarom is Hamas per definitie de kwaaddoener. Dit is dus een van die racistische kaders die mijn vrijheid van meningsuiting begrenzen. Hamas is het monster, Israël het slachtoffer en ik moet mijn mening daaraan schikken. Doe ik dat niet, spreek ik me uit voor het Palestijnse gewapende verzet, dan word ik gearresteerd of ik verlies mijn baan. Ik denk dat veel mensen bekend zijn met de naam Yasmina Haifi. Daar is een voorbeeld van gesteld een aantal jaar geleden. Zij durfde het aan om het Zionisme openlijk aan te vallen. En ze is ontslagen. Ze is door haar eigen partijgenoten een antisemiet genoemd. En ze is als paria buiten het maatschappelijke debat geplaatst. Dit geluid wordt dus gecriminaliseerd. En mensen die deze intimidatie aanschouwen, die houden voortaan hun mening voor zich, omdat ze bang zijn voor represailles. De vrijheid van meningsuiting is voor ons dus niet zo vrij, niet als je opkomt voor de rechten van de Palestijnen. Er zijn hier ook parallellen te trekken met de strijd van de zwarte gemeenschap tegen Zwarte Piet. Op 15 november 2014 demonstreerden mensen tegen de racistische karikatuur. En het resultaat was een massa-arrestatie. 90 mensen werden de cel ingegooid, simpelweg omdat ze hun mening hebben geuit. 3 jaar eerder, in 2011, spraken Quincy Gario en Jerry Afrier zich uit tegen Zwarte Piet door een shirt te dragen met de tekst Zwarte Piet is racisme. Het resultaat was wederom een gewelddadige arrestatie door de politie. Vrijheid van meningsuiting is ook niet vrij voor de zwarte gemeenschap. Als we vervolgens kijken naar welke uitspraken wel beschermd worden onder de mantel van de vrije meningsuiting, dan zijn dat die uitspraken, racistische uitspraken, aan het adres van gemarginaliseerde gemeenschappen. Een voorbeeld, Paul van Muscher, de politiechef van Den Haag, die vindt, en ik quote, dat Marokkanen genetisch ruiger zijn en barbaars. Deze man heeft het diversiteitsportefeuille. En het is relevant dat deze man dit niet alleen maar vindt, maar dat hij ook in een positie van macht is. Hij draagt een geweer. Hij is de chef van heel veel andere mensen die op straat lopen met een pistool. En dat betekent voor de Marokkaanse gemeenschap, bijvoorbeeld in Den Haag, dat dit direct repercussies zal hebben, dit soort uitspraken. En dat hebben we inderdaad gezien in de vorm van etnisch profileren en in de vorm van excessief politiegeweld. Een ander voorbeeld. Diederik Samson vindt dat Marokkanen een etnisch monopolie hebben op geweld. Dat is een puur racistische uitspraak waarna hij pleit voor een fysieke draai om de oren door buurtbewoners, politieagenten en ouders. Met andere woorden, zet geweld in tegen Marokkaanse jeugd. VVD-raadslid Gert-Jan Neerhof, die tweet dat hij zich goed kan vinden in Breivik's angst voor de islam. Van alle zogenaamde islamcritici in Nederland, en het zijn er veel, want het is booming business, kiest hij een massamoordenaar uit om zich mee te identificeren. Wat is er gebeurd met deze mensen? Op wellicht een opstootje in de pers, helemaal niks. Ze worden beschermd onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Ik kan eindeloos door blijven gaan met het geven van voorbeelden, maar dat is het punt niet. Het gaat erom, deze dingen komen niet incidenteel voor, maar structureel. De algemene regel lijkt een beetje het volgende te zijn. Het is vrijheid van meningsuiting wanneer hele gemeenschappen worden gedehumaniseerd en gedemoniseerd. En wanneer we een beroep doen op diezelfde meningsuiting om ons hier tegen te verdedigen, dan worden er plotseling grenzen gesteld en krijgen we te maken met repressie. De volgende twee afbeeldingen die illustreren exact dit punt. We zien hier een afbeelding van Charlie Hebdo. En wat we zien is een demonstrant van de Moslimbroederschap die in augustus 2013 de straat op zijn gegaan en een sit-in hielden. Uit protest tegen Sisi's militaire coup en afzetting van Mohamed Morsi. De reactie van het militaire regime was het vermoorden van 800 mensen. Dit was het respons van Charlie Hebdo. De tekst gaat ongeveer als volgt. De Koran is waardeloos, hij haalt niet eens kogels tegen. Het is allemaal heel leuk, Arabieren en moslims die doodgaan vinden we grappig. Moeten we om kunnen lachen, is satire. Vervolgens heeft iemand deze afbeelding gemaakt. We zien hier een identieke afbeelding met een identieke tekst. Het enige wat er veranderd is, is het slachtoffer. Het slachtoffer is er nu een van ons, tussen haakjes. Wat was de respons van de Franse staat? Ik weet niet wie de cartoon gemaakt heeft,
Maar een 16-jarige jongen heeft hem gepost op zijn Facebookpagina en die is gearresteerd met de aanklacht het vergoelijken van terrorisme. En toevallig had die jongen ook een Arabische naam. Voor wie denkt dat dit in Nederland niet voorkomt, denk aan de cartoons die eindeloos worden gemaakt en de uitspraken over moslims en over de profeet. En vergelijk dat met de cartoons die de Arabische Europese Liga maakte in 2006. Die maakte cartoons waarin zij de Holocaust aan het ridiculiseren waren. En die hebben er expliciet bij vermeld dat dit bedoeld was in het kader van het maatschappelijke debat om de dubbele standaard aan te tonen. En ze kregen gelijk. De AEL is toen veroordeeld door het Openbaar Ministerie. Ze zijn aangeklaagd en veroordeeld door een rechter uiteindelijk tot een boete. En ze hebben de cartoons moeten verwijderen. En wat je communiceert in deze distributie van vrijheid van meningsuiting, is dat we wel rekening houden met de gevoeligheden, bijvoorbeeld rondom de Holocaust en van die Joodse gemeenschap. Bijvoorbeeld door het beschermen van die gemeenschap met repressie, maar ook door erin te onderwijzen. En tegelijkertijd negeren we compleet de ervaring van de moslimgemeenschap en doet die er niet toe. En via de distributie van vrijheid van meningsuiting komt de tweederangs burgerschap van de moslimgemeenschap dus op een hele duidelijke manier tot uiting als we deze zaken naar hebben bestuderen. Hetzelfde kunnen we zeggen van de zwarte gemeenschap en het figuur Zwarte Piet. Als we kijken naar de historie van hoe de zwarte gemeenschap in Nederland terecht is gekomen, dan hebben we het over de slavernij. Mensen zijn compleet gedehumaniseerd, letterlijk als goederen verkocht en doorverkocht, en dat is hun historie. Vervolgens gaan we toch jaarlijks met blackface-figuren die daaraan herinneren door de straten paraderen en noemen we dat of vrije uiting of we noemen dat een traditie. Terwijl dat voor mij het historische en het morele equivalent is wanneer Duitsers nu zich zouden verkleden als Joden om mensen te herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Mensen schrapen hun keel. Ik weet dat deze gevoelig ligt. We leven in een realiteit waarin moslims en iedereen die er zo uitziet worden blootgesteld aan verschillende vormen van geweld. In Nederland neemt dat de vorm aan onder andere van staatsrepressie. Bijvoorbeeld etnisch profileren, het afnemen van paspoorten op verdenking van terrorisme zonder tussenkomst van een rechter. Maar denk ook aan moslima's die vanwege hun hoofddoek op straat worden aangevallen en bespuugd. En in dit klimaat zijn de cartoons en de uitspraken die we dagelijks zien, zijn niet onschuldig. Maar ze staan in het verlengde van dit geweld. Net zoals de uitspraken die ik eerder noemde. Deze uitingen verzorgen namelijk het psychologische gedeelte van dit geweld. Dat door dehumanisering de geesten rijp maakt voor het ontnemen van recht. Dat door dehumanisering de geesten rijp maakt voor het bombarderen van Irak en voor het aanvallen van mensen op straat. En daarom kunnen we deze uitspraken niet loskoppelen van dit fysieke geweld en zijn het geen onschuldige uitspraken. Afsluitend wil ik zeggen dat ons gesprek over de vrije meningsuiting in Nederland een best infantiel gesprek is. Vaak komen we niet verder dan holle retoriek over waar zouden de grenzen moeten zijn en mag je dit zeggen, mag je dat niet zeggen. We praten over de vrije meningsuiting in een soort historisch, sociaal en politiek vacuüm. Alsof er geen realiteit is waarbinnen die uitspraken hun betekenis krijgen. Het gesprek heeft vaak racistische neigingen en is gecentreerd rond de moslimgemeenschap. En daarom wanen mensen zich heel vaak vrij in de mate waarin zij moslims kunnen beledigen. Als dat vrijheid is voor mensen, dan hebben de terroristen toch echt gewonnen. Vervolgens is men zich van geen kwaad bewust. En we praten ook over het recht op vrije meningsuiting zonder dat we praten over het recht om gehoord te worden. Wat is mijn mening waard als mijn geluid toch geen weerklank vindt in de instituten van kennisproductie en macht, zoals de scholen, de universiteiten en de regering en de media? Wat is de vrije meningsuiting waard als we geen kritische vragen stellen over de conceptuele kaders die we aangereikt krijgen door het onderwijssysteem, die ook opinievorming beïnvloeden? Als we vrijheid serieus nemen, dan moeten we dus de moeite nemen om hier oprechte vragen over te stellen en ook moedig genoeg zijn om eerlijke antwoorden te geven. Dank u wel. Ja, daar plaatsen we Bart Jan Spijs. In de microfoon.
1-0, ja. In de microfoon. Bartje en Spreit, zou je alsjeblieft daar plaats willen nemen? Van Edmund Burke Stichting, een conservatieve denktank. Voordat jullie in gesprek met elkaar gaan, ook met de zaal hopelijk, mag ik jullie beiden toetoeëren? Yes, ja. Bartjan, wil je even kort reageren op een paar punten of wil je met het gesprek aanvangen? Wat is in de microfoon? Ik was zelfs uitgenodigd om iets in het algemeen te zeggen. Maar, zeg maar. Nou, laat ik dit zeggen. Natuurlijk bedankt voor je verhaal. Het maakt een beetje, maar dat is misschien ook waar jij op hoopt, op die rimpelingen, een beetje een verwarrende indruk op mij. Omdat, het verwart mij, sorry. Ja, dat is heel anders. In die zin, ik verkeerde tot het begin van jouw speech in de veronderstelling dat... dat we in Nederland juist heel erg kritisch zijn op Israël. En dat je alles over Israël mag zeggen, dat de sympathie voor Palestina, maar voor de Palestijnse zaak, misschien niet voor de methode van Hamas, dat die alleen maar toeneemt. Zwarte Piet, nou, daar zijn we een aantal jaren over aan het bakkeleien. Iedereen heeft er alles over gezegd. En de conclusie van de meeste instituties is toch dat jullie eigenlijk wel een beetje gelijk hebben. En of we dat moeten gaan aanpassen. En dat gebeurt ook. Dus ik in het algemeen, ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Net als Renzo vanavond al heeft gezegd. Ik vind het ook goed dat die wettelijk wordt begrensd. Het kan er natuurlijk ook een ontbindende, ontwrichtende kracht zijn, het woord. Mm-hmm. In bepaalde situaties. Ja, dat wil ik zeker ook voor vragen stellen. Ik vind de vrijheid van meningsuiting wordt tegenwoordig beperkt door angst. Ik heb cabaretiers die geen grapjes meer durven te maken over de islam. Ja. Het zou ook moeten worden beperkt door fatsoen. Ik kan in die zin, wat is nou het, als je gebruik maakt van je vrijheid van meningsuiting zoals wij dat hier vanavond zitten te doen. Dan kunnen we er ook een kooigevecht van maken. En we kunnen op het scherp van de snede argumenteren, maar we kunnen ook zeggen... Olieworstelen. Zeg je? Zijn olieworstelen. Olieworstelen, ja. Ja, ja. Ja, ja, je kunt ook zeggen, nou, misschien kunnen we, wat jij ook hoopt of zo, om 9:15 en in stichtelijk slot, kunnen we ook iets leren. Dus om iets van elkaar te leren, moet je elkaar ook respecteren, dus ook op een fatsoenlijke manier met elkaar praten. Ja, nou, dat is en het andere, nog belangrijker vind ik... dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland, ja, we hebben het er nog over, en we zitten hier vanavond met elkaar over te praten, maar dat zo langzamerhand ook, zeg maar, we hebben het er nu over fatsoen gehad, dat er ook, zeg maar, een soort intellectuele kant aan zit, dat er ook iets bestaat als een intellectuele plicht tot meningsvorming. Het is heel makkelijk, we zijn er nou, laten we zeggen, sinds in Nederland... Heel veel onderwerpen zijn in Nederland de afgelopen decennia of heel lang getaboeïseerd geweest. Nou, het is een enorme dijkdoorbraak geweest, zeg maar, sinds 2000, 2001, 2002, Pim Fortuyn enzovoort. En we hebben ons uitgeleefd de afgelopen 10, 15 jaar in het uiten van onze mening. En volgens mij is het nu weer eens een beetje tijd om ons wat meer te gaan bedwingen en beter na te gaan denken en een goede mening te gaan vormen. Met elkaar. En een beetje dus onszelf overtreffen. Niet zomaar gelijk zeggen wat onze intuïties uiten en wat zomaar het eerst bij ons opkomt. Maar eventjes stil zijn en denken van klopt dat wel. En dan nog eens iets lezen en nog eens nadenken. En dan zeggen wat je als bescheiden bijdrage zou willen inbrengen. Oké. Nou, heren, ik heb jouw verhaal gehoord. Nou, jouw korte een soort recensie van wat Abu Qasim zei. Mag ik de eerste eigenlijk gewoon de vraag van de avond misschien, dat kunnen we onderzoeken. Zou de vrijheid van meningsuiting absoluut moeten zijn? Mag ik van jullie horen? Wat zijn de positieve, wat zijn de negatieve kanten van
absoluutheid van die vrijheid van meningsuiting. Ik denk... Het lijkt me niet goed om die vrijheid van meningsuiting... Dat is natuurlijk wel een tijdje de mode geweest. Dat moest absoluut zijn. Ik denk dat het heel goed is dat we met elkaar afspreken. Van je beledigt elkaar niet. Al die wettelijke dingen. Je zorgt ervoor dat jouw woorden niet een bron van geweld kunnen zijn. Of discriminatie. Ja. Echt opzettelijk beledigen en zo. Je begon met beledigen en specifiek beledigen. Of de koning niet beledigen. De koning niet. Oké, dus jij bent duidelijk, Derek. Dus jij bent wel pro die beperkingen die je noemt. Discriminatie, belediging. Ja. Ik denk ook dat we wat Abdul Qasim vanavond heeft ingebracht. Dat hij iets verwart. Dat hij iets ziet. Maar dat denk ik, hè. Dat denk ik op dit moment, dat hij het niet goed duidt. Wat dan? Nou, hij noemt racisme, wat eigenlijk een soort religiekritiek is, die wij in Nederland al 50, 60, 70 jaar gewend zijn. Ik ben zelf christelijk. Maar het christelijk geloof heeft veel meer te verduren gehad in de openbare mening dan de islam in de afgelopen 15 jaar. Ja, dat doe je dan ook geen racisme. Dat is de behoefte aan van een groot deel van de Nederlandse bevolking om af te rekenen met een bepaald verleden. En wij in Nederland, het grootste deel van de Nederlandse bevolking, dacht, nou daar zijn we van af. En verdraaid, dan komen die moslims het land binnen. En er is heel veel politiek correcte islamofobie ook. En ja, wat gaan we nou krijgen? Al die dingen, al die verworvenheden van ons, komen die nu opnieuw ter discussie te staan? Ja, dat wordt dus een beetje vervelend. Nou, dan wil ik van jou even de reactie hierop horen. Sowieso de grote vraag was, weet je, ben je voor beperking van vrijheid van meningsuiting? En de paar punten van, joh, christenen, die hebben het al zwaarder. Ik zou eerst reageren op kritiek op Israël in Nederland. En u zegt dat kan, dat we alles kunnen roepen over Israël. Ja. Ik denk dat het niet waar is. Sterker nog, we krijgen te maken met harde repressie op het moment dat wij ons uitspreken over Israël. Een voorbeeld heb ik genoemd, dat is Yasmina Haifi. Ja. Het enige wat zij getweet heeft, was over het zionisme. Ja. Ze werkte bij justitie. Of bij justitie. Ze zei dat IS een... vooropgezet plan is van zionisten om de islam zwart te maken. En toen werd ze uiteindelijk ontslagen. Dat is ook daar noemt ze het woord zionisten. Ja. Ze heeft het niet gehad over het Joodse geloof, over Joodse mensen. Ja. Toch is zij direct bestempeld als antisemiet. Ja. Ze is een sociale paria geworden en ze heeft haar baan verloren. Ja. Dat geeft voor mij al aan dat er wel degelijk taboes zijn op het bekritiseren van Israël. Ja. Ook wanneer we een politieke discussie voeren over Israël. Wanneer wij het opnemen voor het recht van de Palestijnen om zichzelf te verdedigen, word je in de Nederlandse samenleving een antisemiet genoemd. Ja. En je krijgt te maken met enerzijds repressie vanuit de staat. Daar heb ik voorbeelden van genoemd. Dus arrestatie, je mag geen Hamas-vlaggen zwaaien, allerlei beperkingen die aan het demonstratierecht worden opgelegd. En anderzijds krijg je te maken met sociale uitsluiting, je komt moeilijk aan een baan en je wordt ontslagen. Dus ik ben het echt compleet oneens met het idee dat je Israël maar kan bekritiseren in Nederland. De vrijheid van meningsuiting geldt in Nederland niet voor ambtenaren. Geldt niet voor ambtenaren? Nee, natuurlijk niet. En dat is terecht ook. Okay. En als een ambtenaar dan ook nog zo'n abjecte opvatting ventileert van dat IS een truc is van het sionisme, dan vind ik het helemaal terecht. Waarom is dat een abjecte opinie? Ja, dat is zo dwaas. En zo, waarom? Zeker als je dat als ambtenaar van Buitenlandse Zaken zegt. Justitie, maar waarom is het dwaas? Ja, nou, kijk, ik heb pas een lezing gehouden, een avond gediscussieerd in de Es-Salaam moskee bij mij in Rotterdam, in Rotterdam-Zuid. Dus toen zei ik ook zo het een en ander. Toen, dat verbaast me altijd weer. Toen stond er ook een jongen op. Een HBO. Marokkaan met een HBO-opleiding. Een HBO-Marokkaan. Een HBO-Marokkaan. Jullie hebben het gehoord, hè? En die zei. Dat ik verkeerd was geïnformeerd door de sionistische pers in Nederland. Ja, dat is een manier van complotdenken. Leef je erin uit, maar dat is niet serieus. Maar ja, je mag het complot denken. Ja, heren, precies. Even gewoon los van de tijd of het waar is of niet. Maar mag je sowieso
die mening niet verkondigen. Als ambtenaar niet. Nee. Als ambtenaar niet, maar ja. Als niet-ambtenaar. Als jij zegt, ik vind IS ook een complot van Syrië, mag jij dat vanavond. Ja, maar daar wordt dus een dubbele standaard in gehanteerd. Ja. Omdat wanneer ambtenaren andere meningen uiten, bijvoorbeeld over een moslimgemeenschap, dan krijgen ze niet met dezelfde vorm van repressie te maken. Je kan de moslimgemeenschap constant door het slijk halen, zonder dat er dit soort consequenties volgen. Ja. En ken je dat hetgeen dat ik bevraag, zijn die kaders die een uitspraak als die van Yasmina Haifi in het hokje abject en dwaas plaatst. Ja. Want dat beperkt en begrenst voor mij de vrije meningsuiting. Die kaders, die zijn nogal koloniaal en racistisch van aard. Daarom is alles wat met Israël te maken heeft, en bekritiseren ervan, is direct een mening die object als object wordt gezien. Ja. Dus het klopt dat het volgens de normen van deze samenleving object is. Maar waar ik het niet mee eens ben, zijn die kaders. En dat is hetgeen waar ik vragen over stel. Het is zo gedaan om te denken dat een ambtenaar die racistische, discriminerende dingen zou zeggen over moslims. En dat zou rondtwitteren. Om te denken dat dat voor die persoon geen gevolgen zou hebben. En als ik zeg dat ik het raar vind als mensen denken dat IS een zionistisch complot is. Ik vind het raar. Ik vind het. Oké. Waarom ben ik dan een koloniaal? Nee, maar het is. Wat ik bedoel is, wanneer mensen dingen twitteren over moslims, dan komen ze daar voortdurend mee weg. Er zijn heel veel voorbeelden van. Marjan Propstra, VVD-statenlid. Gert-Jan Neerhof, die ik noemde. Ook een ambtenaar voor de VVD. Die mensen hebben abjecte, walgelijke, racistische dingen over moslims gezegd. En dat was prima. Maar het tweede punt, een heel belangrijk punt daarbij, wil ik even afmaken, Bahram. Is onder het mom van islamkritiek bezigt men aan de lopende band racistische meningen over moslims. Alleen het wordt islamkritiek genoemd en het is dus ook legitiem. We hebben inmiddels een heel taalgebruik ontwikkeld dat gebruikt wordt om moslims te stigmatiseren. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Als het woord extremisme noemen, dan denkt iedereen, of terrorisme, dan denkt iedereen hier in deze zaal moslims. En dat is niet omdat jullie allemaal racisten zijn. Hij niet en die anderen ook niet. Klopt dat? Zijn er mensen gewoon even, weet je wel, zijn er mensen die niet aan moslims denken bij het woord terrorisme? Mag ik even een paar handjes in de lucht zien? Nou, toch wel misschien 8 mensen. Ja, die mensen zijn er, alleen niemand kan ontkennen dat we elke dag in de pers, in de politiek, die concepten aan elkaar gekoppeld zien. Extremisme en islam. Terrorisme en islam. Maar ik wil het punt even afmaken, want je onderbrak me. Die koppeling wordt eenmaal gemaakt als je dat elke dag zo te horen krijgt en zo leest. En dat is niet omdat iedereen hier een racist is. Misschien een aantal van jullie. Dat weet ik niet. Maar dat is eerder omdat je daar dagelijks aan bloot wordt gesteld. Dus op het moment dat wij praten over de islam en we noemen terrorisme en extremisme, dan zijn we al bezig met stigmatisering. En dan doe ik dan onder het mom van islamkritiek, maar toch kan ik dan die mening uiten. Mag ik er even op reageren? Even een reactie. In plaats geloof ik dat we in Nederland, en dat vooral politici en de media, juist ontzettend hun best doen om te benadrukken dat de moslims die extremistisch gedrag vertonen een hele kleine minderheid zijn. En dat de rest van de moslims in Nederland hele beste, brave mensen zijn. En je hebt gewoon een beetje de tijd tegen. Zeg maar in de jaren 80, bij het woord extremisme, je dacht je aan de IRA. Of dan dacht je aan de ETA. Rechtvaardigde dat? Dat die dingen gekoppeld worden in het collectieve bewustzijn? Nou, maar is dat een legitimering? Het is een goede vraag, hè? Nee, kijk. Nee? Natuurlijk is dat problematisch? Dat je toen aan de ETA dacht, of aan de IRA, dat op dit moment is het nu eenmaal zo dat als het over extremisme gaat, dat gepleegd wordt vanuit mensen die zelf vinden dat ze dat doen in naam van de islam. Dus maar dat die verbinding wordt gelegd. Zegt u dat? Ik zag een fotootje van die meneer in Parijs die met een Koran liep te zwaaien. Oké, en die had zwart haar en donkere ogen, net als ik. Hij hield de Koran vast. Oké, maar dan moeten we even goed kijken. Dan moeten we even goed kijken naar hoe wij het woord extremisme toepassen. Wat die mannen hebben aangericht in Parijs gebeurt elke dag in Bagdad. En degene die dat aanrichten, het zijn onder andere Nederlandse strijdmachten, de Amerikaanse en de Britse.
Dat wordt niet gezien als extremisme. Ook al betekent het dat sinds de invasie van 2003 in Irak, dat er 1 miljoen Irakezen zijn omgekomen. Waarom is het één extremisme, het ander niet? Het antwoord is voor mij duidelijk, maar ik zal de vraag bij u neerleggen. Precies, wat is het verschil tussen die twee? Omdat het, niet dat ik zeg dat ik het verheugend vond allemaal, ja. Maar hier ging het, ja, om een, die voorbeeld die u noemt, gaat het helaas om een oorlog tussen staten. Ja, maar waarom worden moslims gekoppeld aan extremisme en niet mensen die op een knopje drukken vanuit de lucht en tientallen kinderen levend verbranden in de Gazastrook? Waarom wordt die koppeling hier wel gemaakt en daar niet? Daar wil ik een antwoord op. Ja, maar dat is zo'n raar voorbeeld. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. Maar met terrorisme, dat doen we gewoon, zeg maar, een soort gewapende strijd. Niet tussen staten, maar door groeperingen die in een irreguliere manier een oorlog voeren. En Arabisch uiterlijk hebben en donkere ogen en zwart haar. Ik heb het over IRA-extremisme gehad. Ja. Ik heb het over ETA-extremisme gehad. Ik heb gezegd dat op dit moment, door bijvoorbeeld Parijs, en door wat er in Brussel gebeurt, enzovoort, enzovoort, dat op dit moment extremisme wordt gelieerd aan de islam. En dat het ook niet zo verwonderlijk is. Niet omdat die mensen zwarte baard hebben en zwart haar en bruine ogen. Maar omdat ze zelf met de Koran staan te wappen. Ja, maar dat is voor u niet verwonderlijk. Nee. Er is ook een Anders Breivik die met de Bijbel heeft staan wappen en Willis heeft staan citeren. En die heeft een massamoord aangericht in Noorwegen. Ja. Er is een Timothy McVeigh. Ja. Er is een George Bush. Er is een Tony Blair. Er is een Mark Rutte. Het zijn allemaal oorlogscriminelen. Ik kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van witte mannen die op Bart Jan Spreit lijken. Maar dat is het punt niet. Die koppeling wordt niet gemaakt. Deze mensen worden niet geassocieerd met terrorisme en extremisme. Niemand zal ontkennen dat er ook christelijke vormen van terrorisme zijn geweest. De IRA is denk ik, ik weet niet eens precies, is waarschijnlijk een katholieke beweging. En die mensen van de ETA, die zullen soms wel naar de kerk gaan. Het waren katholieken. De IRA was ook katholieken. Hij is een volgende protestant. Ja, daar heb je het alweer. Heren, mag ik zo vrij zijn om hier op punt achter te zetten dat bij Bart Jan ligt het onderscheid voor het etiket bij de staten van IRA, ETA, AFA. Is de vraag nog steeds niet beantwoord? Want er zijn ook witte individuen te noemen die dit soort dingen hebben gedaan. Maar die vind je ook extremist, toch? Die witte individuen. Ja, dat mag hij niet vinden. Anders Breivik, als je die wilt noemen, is een voorbeeld van een blanke christelijke terrorist. Oké, ik ben blij dat u dat gezegd hebt. Ik vind het heel fijn dat jullie nou op dat kleine puntje elkaar de hand kunnen schudden. Ja, maar het idee is, maar je kunt dit gesprek niet onschadelijk maken, of dit argument, door te zeggen van ja, maar ik erken dat het een terrorist is. Het punt dat ik maak, het gaat mij erom dat in het collectieve bewustzijn wordt die link niet gelegd. Ja. Dat is een feit en dat heeft te maken met racisme. Ja, kan je even kijken, voordat je naar de zaal gaat, kan je dat onderschrijven van ja, je kan je beroepen op dat soort bijna wettelijke juridische onderscheidingen van een staat, kan je niet als extremisme noemen, maar jij weet het, ik weet het, weet je wel, onder ons. En als je zegt extremist of een terrorist, dat is meestal iemand die op mij lijkt. Ja, onderschrijf je dat? Ja. Ja, op dit moment. Ja, precies, op dit moment. We hebben het op dit moment, ja? Ja. Oké, klaar. Ja. Jouw vraag. Ja. Oh, heel veel handjes, ja. Ik hoop dat jullie vragen hebben vooral. Sta eens even op en je moet in de microfoon hard vragen. Mijn naam is Quintus Bakhuis. En ik vraag me af, waarom wordt extremisme automatisch aan geweld gekoppeld? Ik noem mijzelf een extremist. Ik weet bijvoorbeeld dat de Amis zijn extremisten. En ik ken ook een heleboel mensen die zichzelf niet extremist noemen, die wel geweld gebruiken. Ik noem maar even een paar regeringsleiders. Waar ben jij extremist in? Extreem liberaal. Oké, extreem liberaal, ja. Even kijken, kan een van jullie hierop antwoord geven? Ik noem het fundamentalisme. Er zijn bepaalde situaties waarin fundamentalisme leidt tot extremisme. En dat heeft waarschijnlijk met karakterstructuur te maken, dat heeft met omstandigheden te maken en zo. Je hebt salafisme en je hebt quietistisch salafisme. En je hebt jihadistisch salafisme. Toevallig noemt hij er voorbeelden van moslims. Ja, oké. Okay. Maar even kijken voor de volledigheid. Vinden jullie dit? Wil je de hele avond over dit soort onderwerpen praten? U blijft dezelfde denkfout maken. Dezelfde koppeling tussen moslims en terrorisme. En dat is juist hetgeen waar ik een probleem mee heb. Ja, ik niet. Ja. Oké, okay. Even kijken voor de volledigheid. Vinden jullie dit eigenlijk een zinnige bijdrage aan de discussie van extremisme? Kan ook andere vormen hebben, verbaald zijn. Waarom denk je alleen maar aan geweld? Of denk je, joh, iedereen denkt aan geweld. Jij bent de enige die niet daaraan denkt. Bert, was dat niet? Ik
Quintus. Kun je dat linken aan de vrijheid van meningsuiting? Ja. Ik kom zo naar je toe. Want je moet dus ook die extremistische meningen kunnen uiten zonder dat je meteen voor gewelddadig wordt uitgemaakt. Ja, dankjewel. Even kijken, daar zag ik hier een paar vragen. Ja. Twee vragen en dan gaan we naar het panel weer. Nou, deze discussie kan volgens mij heel snel afgerond worden met een simpele statistiek die onlangs in het nieuws was. Dat als je kijkt naar alle terroristische aanslagen, als je ze allemaal meerekent, dat eigenlijk maar 2% door moslims worden gepleegd, ook in de westerse wereld. Dus als je ook Anders Breivik en alle andere terroristische aanslagen meerekent, dan is het op dit moment, je zegt de tijd heb je tegen je, maar op dit moment maar een heel laag percentage. En dan heb ik een concrete vraag aan meneer Spruit. Bent u het er mee eens dat op een demonstratie de vlag van Hamas verboden mag worden en de vlag van Israël op demonstraties wel gedragen mag worden? Ja. En zo ja, waarom? Ja, duidelijk. Even wachten. Even een concrete vraag. Ik denk dat het grote kritiekpunt met betrekking tot Hamas is dat het inderdaad een organisatie is die nog altijd tot doel heeft om Israël de Middellandse Zee in te drijven, nietwaar? En dat ze daarvoor alle middelen geoorloofd acht. En dat ze daarom geen vriend van ons is. Maar even, wat is je antwoord op sowieso op de vraag? Ja, ik begrijp moet het wel. Verboden worden of niet? Ja, ja, ja. En Israël niet? Nee. Oké, duidelijk. Ik weet dan hoe jij in elkaar steekt. Mag ik reageren, Baron? Ja, jij mag ook even over reageren. Dit zijn simpelweg leugens. Hamas heeft keer op keer... Los daarvan, vind je dat die vlag verboden moet worden? Nee, ik vind niet dat de Hamas-vlag verboden moet worden. Kijk, de vlag van Israël... Nee, dat heb ik niet gezegd, maar ik duid juist op de hypocriete behandeling van deze twee onderwerpen. De vlag van Hamas is verboden, de vlag van Israël niet. Als voor meneer Spruit... extremisme betekent dat je geweld gebruikt en dat daarom het oké is om die vlag te verbieden van Hamas. Laten we even kijken naar wat Israël gedaan heeft. Voor mij is dat de vlag is een symbool van etnische zuivering en kolonialisme. Gelijke monniken. I cringe wanneer ik die vlag zie, zeg maar. Okay. Toch wordt die niet verboden. Israël heeft deze in de zomer van 2014 2500 Palestijnen vermoord. Dat is voor mij de definitie van extremisme. En ik zou zeggen, ja, als je consistent blijft, dan zou je nu moeten pleiten voor het verbieden van de Israëlische vlag. Duidelijk. Even kijken, daar een vraag op leggen. Dan kom ik bij Renzo en dan ga ik weer terug naar jullie. Ja? Ik heb ook een vraag voor de heer Spruit. Ik heb veel ervaring inmiddels met het Openbaar Ministerie. Veel aangiftes gedaan voor moslimhaat. Bijvoorbeeld tegen Robert van den Engel. Die heeft getweet... ik begin er steeds meer over te denken om alle moslims te deporteren. Nou, dat lijkt toch een redelijk ernstige uitspraak. Ja, wie is dat? Dat is een reporter van de Post Online. Juist, ja. Okay. Dus er is ook nog iemand die wel een bepaalde positie heeft. Dan krijg ik van het OM terug, hij mag meer doen, want hij is een publiek figuur en hij mag chockeren. En nou, op die manier wordt zo'n zaak geseponeerd. Eergisteren, maakt niet uit, was ik bij de rechtszaak van rapper Ismo. En dan zegt het Openbaar Ministerie, die wordt door een driehoofdige rechtbank inmiddels hoogstwaarschijnlijk veroordeeld. Ja. Voor dingen die het gezegd waar ik ook niet heel erg achter sta. Ja. Maar dan wordt er gezegd, het Openbaar Ministerie vervolgt deze persoon heel erg hard. Want er moet een voorbeeld worden gesteld, want hij heeft een voorbeeldfunctie. Wat heeft hij gezegd, weet je? Nou, hij heeft gezegd... Ik heb hier het krantenartikel. Ja. Hij wil flikkers geen hand geven. Ja, maar... En hij... Dat de Joden meer haat dan de nazi's. Nee, dat is het hele punt. Want ik baal ongelooflijk van dat overal in de media wordt dan vervolgens gezegd dat hij heeft gezegd dat die Joden meer haat dan de nazi's. Dat heeft hij dus niet gezegd. Wat hij heeft gezegd is, die Joden haat ik nog meer dan de nazi's. En hij heeft al van tevoren uitgelegd in interviews dat hij daar de Zionisten mee bedoelt. Dat komt in de media helemaal niet terug. Duidelijk. Maar waar mij het om gaat, de media is nog een heel ander verhaal. Maar het OM is niet een vluchtige media. Die gaan zitten, die gaan de zaak voorbereiden, die gaan erover nadenken, et cetera. Toch gaat het OM full force door. Ik heb het OM vandaag nog aan de lijn gehad.
En die heeft mij gezegd, hoogstwaarschijnlijk, als hij wordt vrijgesproken, gaan we in hoger beroep. Ja. Het OM gaat full force door om rapper Ismo aan te pakken. Ja. Terwijl het direct wordt geseculeerd. Je hebt je punt gedaan, ik snap. En wat, was je eerste uitspraak nou precies? Dat was, ik begin er steeds meer over te denken om alle moslims te deporteren. Dat was door een journalist gedaan. Mag ik even Renzo erbij betrekken? Want jij hebt een beetje dingen over een journalist zegt iets, een rapper zegt iets. Zijn er onderscheidingen? Heb je dat ontdekt in, tijdens je onderzoek? Nou, over het algemeen is er wel een idee dat bijvoorbeeld een kunstenaar op een podium, die mag dan wat meer, is het verhaal. Of een schrijver dan een gewoon iemand. Maar wat is een kunstenaar? Dat zou Ismo weer mogen. Dat is dus een eeuwige discussie. Het punt is dat ik wil zelf op iets anders ingaan. Op wat Abu Kazim zei. Want hij had het erover dat moslims gediscrimineerd werden. En noemde dat ook racisme. Toevallig ben ik bij mijn onderzoek tegen toch wel ontzettend veel dingen aangelopen waarbij moslims met dingen wegkwamen waarvan ik me afvraag dat als ze door niet-moslims werden gedaan of ze daar wel mee zouden zijn weggekomen. Dood aan Rushdie roepen op straat, bij demonstraties, dat was in de tijd van Salman Rushdie's boek. Ja, dat is een bedreiging en er werd niemand gearresteerd. Dood aan de cartoontekenaars, 2006 Londen. Er werd geen moslim gearresteerd, wel werden een paar niet-moslims gearresteerd die op hetzelfde moment die beroemde cartoons met zich meedroegen. Dood aan de Joden, Haagse Schilderswijk, 2014, zomer. Voor mij hoeft het allemaal niet. Ik zeg namelijk ook niet dat die mensen allemaal gearresteerd moeten worden. Maar ik vraag me af, dood aan de moslims, waar ik ook al niet, wat ik ook onfatsoenlijk vind. Maar ja, ik denk dat je wel een kans maakt op een arrestatie. Verder heb ik op een linkse blog gelezen, dat mij redelijk onverdacht, dat Abu Kazim, dat jij gezegd zou hebben, als er geen gerechtigheid volgt, maken we van Nederland de ruïne. Klopt dat? Dat kan ook even. Als er geen gerechtigheid volgt, dan maken we van Nederland een ruïne. Heb je het gezegd in deze bewoordingen? Ik moet dat even nuanceren. Maar heb je het gezegd of niet? Nou, dat wil ik nu uitleggen. Ja. Ik heb gezegd, als wij geen gerechtigheid krijgen, dan wordt Nederland een ruïne. Okay. Dat is niet hetzelfde als een ruïne. Een ruïne is een ruïne fil cuisine. Is niet hetzelfde als een normale ruïne. Heeft u daar een probleem mee met die uitspraak? Ben ik dat de enige die het niet kan volgen? Nee, ik snap het ook. Wat is een ruïne dan? Wat is een ruïne? Wat is een ruïne? Een ruïne is dat er chaos komt in Nederland op het moment dat wij geen gerechtigheid krijgen. En dat was, wat mij betreft, ja, ik weet niet hoe meneer Verwer het heeft ervaren. Wat mij betreft was dat een beschrijving van de werkelijkheid. Als jij een samenleving in stand houdt waar bepaalde gemeenschappen structureel worden gestigmatiseerd en buitengesloten op de arbeidsmarkt, buitengesloten van het hoger onderwijs, dan zul je geen vreedzame samenleving hebben. Ja. Dan zal je samenleving een ruïne worden. Ja. Is het duidelijk? Ja. Even. Ik ben benieuwd wat Abu Kazim vond van de voorbeelden die ik noemde, waarmee ik juist eigenlijk beweer, die moslims en die vrijheid van meningsuiting, dat is nog zo gek nog niet. Mag ik het in het algemeen stellen eigenlijk? Want een van je punten was dat mensen van de kleur, zei je, en moslims, die minder mogen zeggen. Zeg ik het goed? Ja. Klopt dat, ja? En nou hebben we een paar voorbeelden genoemd, maar kan je dat, kan je dat iets verder uitleggen? Ah, wie zijn mensen van de kleur? Val ik er ook onder? Ja. Oké, nou dat is duidelijk in taal, ja. En hoe heet dat? Mag je zelf weten trouwens. Ja, nee, ik mag het zelf, maar ik was vooral benieuwd. Ik ben hier om jullie koppen een beetje, weet je, om jullie nieren te proeven. Dus ik ben mensen van de kleur. Dus je denkt dat ik minder mag zeggen? Ja, dat heb je net gezegd, ja. Vaak mag jij minder zeggen, wanneer het aankomt. Ja, en hoe zie jij het? Klopt dat? Nou ja, noem maar nou eens één een voorbeeld. Ik heb net al gevoel. Maar het is, nou ja, het antwoord op uw vraag. Ik vind allebei, de voorbeelden die u noemt, allebei even erg. Dus ik vind ook dat zo'n journalist. Maar hij zegt in de praktijk. Dat een journalist van de Post online, van een digitaal medium. Ja. Die zoiets zegt, dat vind ik heel erg. Ja. Dan wordt gewoon direct. Heel erg, maar vind je dat hij ook vervolgd zou kunnen worden? Ja, ook als hij gezegd heeft van de moslims. Ja. Dus
Nou ja, ook al zou je zeggen, maar één moslim deporteren. Ja. Dat, ja. Nee, dat is duidelijke taal. Maar wat ik aan het begin al zei, ik wil het heel graag begrijpen, maar ik begrijp niet dat je in alle ernst kunt volhouden dat moslims of mensen van een kleur in Nederland minder zouden mogen zeggen. Neem nou die voorbeelden hier. Ja. Wij zijn juist zo ontzettend bang. Kijk, er is een vorm van... Ik denk dat wij elkaar daarin nog wel heel ver zouden kunnen vinden. Er is een vorm van islamkritiek in Nederland gekomen. Laten we zeggen, zoals Theo van Gogh of nog eens wat. Wat betekent islamkritiek? En is er ook een christenkritiek? Die is er zeker. Ja. Maar is hij een onderdeel van het publieke debat? Even luisteren. Ja. Dat er een vorm, dat de islam, zeg maar, als geloof, in de afgelopen 10, 20 jaar in Nederland op een manier is bekritiseerd, waarvan ik me kan voorstellen dat die voor moslims, terwijl wij zeggen, ach ja, daar moet je tegen kunnen, dat is maar islamkritiek, heel beledigend en pijnlijk is geweest. Dat kan ik me nog heel goed voorstellen. Alleen voor de ik geloof niet dat het racisme is, omdat diezelfde kritiek in dezelfde hevigheid in alle decennia daarvoor op het christendom is geuit. Maar Bart-Jan, zo'n islamkritiek, als je zegt dat het voor hem beledigend zou zijn, maar zouden we niet eigenlijk... Soms is het voor mij ook beledigend. Precies. Als ik dingen hoor. Ja. Nee, maar zouden wij niet eigenlijk juist, dat je wel als moslims beledigd worden, dat ik me dat ook aantrek, als homo's beledigd worden, dat het ook mijn zaak is. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja maar is daarom, het ook jouw zaak? Daarom als heb ik aan het begin beledigd ja, zeker. Okay. Wat hij daar zegt, daar heb ik ook in het begin gezegd, dat ik zo graag zou willen, want ik heb daar nooit aan meegedaan. Dat er op een fatsoenlijke manier wordt gediscussieerd. Ook als je, stel nu dat je zou vinden dat er in bepaalde hoeken van de islam, bepaalde hoeken van de moslimgemeenschap in Nederland, opvattingen zouden kunnen leven die nou ja, nou, niet direct een constructieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Kun je het daar met elkaar over hebben? Oké. Okay. Maar doe het dan niet zoals het de afgelopen 10, 15 jaar is gebeurd, door de islam te bekritiseren. Ja. Of door zo ver te gaan dat je weet van nou, juridisch kan nog net wat ik zeg. Ja. Maar ik weet zeker dat die mensen heel veel pijn doen. Ja, daar ben je echt tegen. Ja, ja, duidelijk. Ik wil een onderscheid maken tussen de kritiek op het christelijke geloof de afgelopen decennia en wat er nu met de moslimgemeenschap gebeurt. Racisme is niet voor mij alleen persoonlijke gevoelens van antipathie tegen bepaalde gemeenschappen. Dus ik zeg rot moslims of ik zeg rot Marokkanen of wat dan ook. Racisme is een systeem van onderdrukking dat geïnstitutionaliseerd is. Het is een systeem van macht die ook structurele ongelijkheid in een samenleving produceert. Dat valt nogal mee. Dit is op dit moment, als we het bestuderen naar bijvoorbeeld sociaal-economische maatstaven, de moslimgemeenschap, is dat het geval. En wat betreft de kritiek, of de zogenaamde kritiek die wordt geuit tegen moslims, is er ook een ander component, en die heb ik net benoemd. Hij is gelinkt aan het geweld waar de moslimgemeenschap aan wordt onderworpen. Dus het blijft niet alleen bij woorden. Binnen Nederland worden moslims aangevallen op straat, zoals ik heb aangegeven. Wereldwijd worden landen waar moslims wonen, waaronder Irak, worden helemaal kapot gebombardeerd, onder andere door Nederland, door de VS, door Groot-Brittannië. Het is binnen die context van geweld, binnen die context van geweld, dat we deze uitspraken moeten bestuderen en evalueren. Mag ik even teruggaan naar vrijheid van meningsuiting? Jij hebt fuck de koning gezegd en ik krijg het gevoel dat als hij het zou gezegd hebben, weet je, maar dan vul ik een beetje in, dat het anders ervaren zou worden door de gezagsdragers dan zoals jij het gezegd hebt. Onderschrijf je dit? Dat gevoel heb ik ook. Dat gevoel heb je. Bart-Jan, hoe zie jij het? Weet je, is even... Je kunt het straks even proberen. Nou, probeer het even. Daar is de camera, iets dichter bij de microfoon. Ik gebruik het F-woord niet. Wat zeg je? Ik gebruik het F-woord. F-woord de koning. Ja, maar hoe zou je zeggen van weg met de monarchie? Mag je dat zeggen? Tuurlijk mag je dat zeggen. Nou, ik denk dat zijn de hele clubs die zijn ervoor opgericht om dat alleen maar te zeggen. Ja, maar Bartje, even nog één keer. En die zijn blank. Voor de sake of argument, hè? Ja. Hij heeft het gezegd, hij is vervolgd. Ik denk dat met. Maar dat is toch allemaal heel goed afgelopen? Ze hebben toch gewoon. Oh, gezegd... hij is niet vervolgd. Maar ik ben benieuwd, wat zou er gebeuren als jij het zou zeggen? Gewoon zou jij het willen even bewijs van spreken, jullie zijn broeders in die strijd voor vrijheid van meningsuiting. Zou jij het just for the sake of argument willen zeggen?
Wat er dan met mij zou gebeuren? Ja, nee, eerst uitspreken. Nee? Nee. Omdat ik het helemaal niet nodig vind op zo'n statement. Maar kijk, in de context werd precies duidelijk wat jij ermee bedoelde. Ja. En toen heeft het Openbaar Ministerie ook gezegd, nou, in de context van het publieke debat, zoals het op dat moment werd gevoerd, dat jij bedoelde van weg met Zwarte Piet, weg met de koning die zich laat rondrijden in een koetsje dat gemaakt is van gestolen goud. Ja. Daar ging het geloof ik om. Ja. Niks aan de hand, dat mag je allemaal zeggen. Ja. U zet eigenlijk een hele zware metadiscussie bovenop, hè, over geïnstitutionaliseerd racisme. Die heb ik niet aan vak de koning gehangen. Nee, maar dat doet u voortdurend. Ja. Terwijl als hier eenvoudige vragen gesteld wordt met voorbeelden van, nou ja, er zijn ook heel veel situaties bekend waarin moslims vreselijke dingen riepen. En niet gearresteerd werden, dat klopt. Ja. En zoals ik in het begin ook heb erkend. Zoals ik in het begin ook heb erkend. Moeten we durven? Moeten we afstrepen tegen elkaar? Nee, maar er is ook een mate van willekeur. Zoals meneer Vijver zelf eerder heeft gezegd. En die herken ik ook. Er is uiteraard een mate van willekeur. Dat betekent niet dat er geen structuren zijn die we kunnen identificeren. En ik heb dat heel duidelijk laten zien aan de hand van twee debatten. En die zijn gebaseerd op religie en ras. Maar die hebben die dragen die componenten. Ik denk dat het complexer is. Maar zou het fijn zijn om juist om die willekeur uit de weg te helpen? Dus zeggen, hé, je mag alles zeggen. Dus juist geen beperkingen. Het is de eerste keer dat jullie stil zijn. Zou je dat leuk vinden? Ik weet iets, maar... Wat is het eerste dat je zou zeggen? Ja, vertel eens. Zou het niet fijn zijn? Wat zou je nou graag willen zeggen? Nee, maar dat vind ik nogmaals. Zou het niet fijner zijn om die willekeur een halt toe te roepen? Van jongens, belediging, het is subjectief. Kijk, dat geweld is subjectief. Ik heb eerder aangegeven, ik vind dat niet per se de relevante vragen en de relevante discussie van waar zou de grens nou moeten liggen. Ik heb al uitgelegd dat... Weg met die grens! Maar kijk, uitingen worden gedaan binnen een sociale, maatschappelijke en politieke realiteit. Ja. En binnen die kaders moet je wegen wat die uitingen concreet voor effect hebben op bepaalde gemeenschappen in een samenleving. Wat betreft die kaders van waar zou die grens moeten liggen, ja, ik vind het niet zo'n hele interessante vraag. Helemaal geen grens. Maar kijk, woorden zijn niet onschuldig. Ik heb dat eerder laten zien. Woorden zijn een vorm van geweld. Nee, dat was ik. Misschien heeft hij me nagezegd. Ik heb heel veel van je geleerd, vrouw. Woorden zijn een vorm van geweld. Of die kunnen geweld dragen. Of die kunnen leiden tot geweld. Dus ik ben er niet voor om letterlijk zonder grenzen alles te kunnen. Nog één keer aan jou. Stel dat je gewoon gedachte-experiment. Weet je, echt weg met die grenzen van vrije van meningsuiting. Zou je dat willen verkennen? Maar dat wordt dagelijks verkend, hè? En ik vind het goed dat ze er zijn. En dat ben ik echt van harte. Okay, dat de wet en dat we een soort innerlijk fatsoen en noem maar op. Ja. Dat je van bewust bent dat woorden niet onschuldig zijn. Maar hoe zei je dat ook alweer? Dat zeg ik je nog een keer na. Dat is zo'n diepzinnig gedacht. Nee, maar dat woorden kunnen kwetsen. Meer dan dat. Ja. Leonardo de woorden kunnen meer doden dan het zwaard. En ik vind het goed dat we in dat opzicht tegen elkaar worden beschermd. Okay. Mag ik even een ander punt? Een artikel van jou had je het over het recht op meningsvrijheid van meningsuiting heeft de plicht tot meningsvorming verdrongen. Ja. Kan je daar even iets over vertellen? Waar komt het vandaan? Dat komt niet zomaar... waarom zeg je dat? Wat zijn de voorbeelden? Kan je het concretiseren? Als ik een voorbeeld mag geven. Ja, graag. Ja. Ik vind dat wij ons hebben uitgeleefd. Onze vrijheid van meningsuiting hebben we ten volle uitgeleefd de afgelopen jaren. En ik ben het met je eens. Dat meen ik serieus. Dat sommige deelnemers aan het debat zich onvoldoende hebben gerealiseerd. En wat voor uitwerking bepaalde stereotyperingen kunnen hebben op een gemeenschap. Nou, dus ik zou graag willen... Kom zo bij je, Renzo, even. Nee. Aan wie dacht je, vraagt Renzo. Aan alle mensen die zo op zo'n manier over de islam hebben gesproken, dat iedere moslim die het serieus neemt, gekwetst was. Ja. Weet ik, ik hoor nog steeds geen namen, rugnummers. Okay. Neem maar een voorbeeld. Hè. Ja. Kijk, het is heel makkelijk om vluchtige debatten te organiseren. Maar soms zou ik ook willen dat wij in Nederland
met elkaar iets meer intellectueel ons best zouden doen om op een hele fatsoenlijke manier bepaalde over belangrijke onderwerpen een grondige discussie te voeren en een mening te vormen. Neem nou, je had die vrijdagavond in Parijs, die zondag daarna, misschien was het wel hier, was een debat tussen de burgemeesters van de vier grote steden over van alles en nog wat, maar het ging natuurlijk alleen maar over Parijs. En toen zei Van Aartsen, dat is ook een cliché, want het is geen nieuw begrip, hij zei ja, we moeten met elkaar op zoek naar het radicale midden. Ja, eigenlijk zoals jij, hè? Een radicale liberaal, want dat is een extremist. Ja. Nee, maar hij bedoelt het helemaal niet liberaal. Hij bedoelt, we moeten de uiterste vermijden. Ja. Hè, dus, hoe moet ik dat nou zeggen? Dus extremisme uit bepaalde religieuze hoeken, maar we moeten ook Geert Wilders vermijden. Ja. En dat midden, radicaal. Ja. Nou, dat is een cliché, ook hoe hij het op dat moment definieert. Maar misschien is dat wel een onderwerp waar het over zou moeten gaan, waar we met elkaar over zouden moeten gaan nadenken van hoe willen wij nou zeg maar onze samenleving definiëren dat uiterste destructieve kanten worden uitgesloten, maar in ieder geval geen kans krijgen en dat we met elkaar iets weten te formuleren om dat ons daar tegen te weer te stellen. En dan valt het weer helemaal dood. Dan krijg je alleen maar clichés. En dan gaan we weer door over racisme en Zwarte Piet. en zoiets belangrijks, daar denken we niet over na. Dus we hebben denk ik de plicht op dit moment onze mening te vormen over wat zou dat radicale midden dat we eigenlijk met elkaar zouden willen. Waar zou dat uit kunnen bestaan? En de middelen om tot dat radicale midden te komen, mogen die weer extreem zijn? Bijvoorbeeld zoals hij, weet je, die discussie echt open gooide bijna op een bepaalde manier. Ik zag je echt bij Paul, ik heb je overal gezien. Hij is gewoon het spiegelbeeld van Pim Fortuyn, dat begrijp ik ook wel. Wauw, dat hoor je ook niet zo vaak, hè? Nou, dat is Jan. Het patroon is natuurlijk helemaal herkenbaar als je... Het patroon, je bent zelfs herkenbaar. Dat is heel makkelijk. Je wilt gehoord worden, je wilt een punt maken, je bent activist, dus je choqueert. Ja. Nee, maar kijk, waarom was dat choqueerend? Je wilt choqueren, je bent blij dat je gearresteerd wordt. En je hoopt dat je het nog een keer wordt. Ik wist niet dat het choqueerend zou zijn. Ja. En volgens mij choqueerend hangt maar net... Het hangt maar net af van wat voor standaarden je hanteert. Wat voor mij een hele normale uitspraak is, fuck de koning, is een dief die ons dagelijks besteelt, iedereen zou dat moeten vinden, is voor Bart-Jan Spruit blijkbaar heel choquerend. Ja, kijk, hangt er maar net af wat je bedoelt. Ja, Bart, vertel eens. Dat is een heel normale uitspraak. Weet je, als je heel normaal, iemand, vandaar dat we de hele avond over gebaseerd, nogmaals, je zei meningsvorming, weet je, we vergeten dat. Zijn mening is gebaseerd op een feit. En dan ventileert hij dat. Op een en dan, feit? Feit dat hij het goed besteelt. Ik ben het met Bart-Jan eens over dat we op zoek moeten gaan naar hoe wij een betere samenleving kunnen vormen. En dat we serieuze vragen moeten gaan stellen over meningsuiting, et cetera. En dat heb ik ook aangegeven in mijn speech. Alleen ik stel ietsjes andere vragen dan Bart-Jan Spruit, denk ik. Daar ligt het verschil. Ik denk, als wij serieus burgers willen hebben in Nederland, die met een goed bewustzijn van wat de geschiedenis is, van wat de huidige krachtsverhoudingen zijn in deze samenleving, een mening kunnen vormen, ja, dan moeten we vragen gaan stellen bijvoorbeeld over ons onderwijssysteem. Als wij onderricht worden binnen koloniale kaders, die de 17e eeuw, de hoogtijdagen van de slavernij, een gouden eeuw noemen, en dat dus als positief beschouwen, ja, dan kun je je wel voorstellen dat mensen geen idee hebben waarom Zwarte Piet een probleem is. En op basis daarvan een mening gaan vormen. Kan het niet hebben over meningsvorming zonder dat je die kaders die wij aangereikt krijgen, kritisch gaat bevragen. En het onderwijs hoort daarbij. Nee, maar ik geloof... Decolonisatie in het onderwijs. Ja, ik geloof best dat een hele tijd geleden is geweten dat je op de middelbare school zat. Maar dat... Iedere geschiedenis iedere methode staat vol met, in iedere geschiedenismethode wordt vermeld, wij noemen het de Gouden Eeuw, we waren toen heel rijk, maar dat is ten koste gegaan van
Er is een nieuwe methode voor het VMBO geaccepteerd, waarin Israël niet meer wordt genoemd en Palestina wel. Ja. Dus maar je bent al heel succesvol. Dat is gewoon niet waar. Heren, dat is gewoon niet waar. Precies, hier is een kamervraag over gesteld. Nee, maar dat is niet waar. Over, als je de Gouden Eeuw nog steeds de Gouden Eeuw noemt en als je daar positieve connotaties aan verbindt, terwijl het de hoogtijdagen van de slavernij. Dat zijn mooie dingen. Ja, wat is daar mooi aan? Ja, als de andere kant van die medaille de slavernij is, dan vind ik dat je dat op de voorgrond moet zetten. En niet moet doen alsof, en dat is een neiging die men in Nederland heel vaak heeft, jij moet een soort middenweg vinden. Slavernij, aan de andere kant, literaire hoogstandjes. Ja. Maar het was niet zo goed. Dat moet je gewoon afkeuren. Ja. Onvoorwaardelijk. Dat is immoreel wat daar is gebeurd. Slavernij en dat is verschrikkelijk, maar je moet het niet overal willen zien. Waar die, weet je wel wat het gevaar is? En dan zegt hij eeuw. Ik zal het even afmaken. Even afmaken. Het is heel gevaarlijk om alles fascisme te noemen, want op het moment dat fascisme... Heeft hij niet gezegd, hè? Nee. Op het moment dat het fascisme komt, zie je het niet meer. Het gevaar om zeg maar alles met slavernij verband te brengen, is ook een gevaar dat je het ook niet meer goed ziet. De rijkdom uit de eerste helft van de 17e eeuw hebben we te danken aan de VOC. En die deed niet in slaaf. Oh, Partian, echt waar? Ga nou de VOC... presenteren als iets goeds. Nee, jij hebt het over slavernij en ik zeg de VOC. Die hebben heel veel dingen. Ja, maar besef je niet dat wanneer jij een systeem. Nooit één slaaf vervoerd. Besef je niet dat wanneer je een systeem van werelddominantie opzet, dat het kolonialisme en het slavernij heet, waar witte Europeanen wereldwijd hebben geplunderd, dat dat ook invloed heeft op. En dat het VOC daar ook van profiteert. En dat je als gevolg daarvan die zogenaamde literaire en culturele hoogstandjes kunt produceren. Die dingen staan in verband met elkaar. Je kunt ze niet van elkaar scheiden. Rembrandt en Vermeer waren er niet dankzij de slavenhandel van de VOC. Nee, maar dat heb ik niet gezegd. Dat heb je niet gezegd. Hij legt accent op iets anders. Hè? Mag ik de vraag weer teruggaan naar het onderwerp? Herken je een koloniaal of een raciaal aspect in de discussie vrijheid van meningsuiting? Nou, ik heb geen overtuigende voorbeelden genoemd, gehoord vanavond. Voordat ik dacht van nou, hij heeft in die zin een punt dat wij de vrijheid van meningsuiting ook door racistische overwegingen beperken. Kijk, wat u gaf was een goed voorbeeld. Wie is u? Dat zeg maar meneer Ismo wordt vervolgd. Ik moet nog kijken of die wordt veroordeeld. Maar ja, dat de OE hebben vervolgd. Ja. En dat de journalist die dan klaarblijkelijk, als dat klopt, gezegd heeft, ik zou alle moslims die willen deporteren, dat die vrij uitgaat. Ja. Maar ik geloof niet. Dat zijn incidenten. Oh, misschien. En hij zegt dat is een structureel. Nee, incidenten. Het is zelfs geen racistisch incident. Het is een vreselijk incident. Het is heel erg dat gezegd wordt. Maar ik denk niet dat het heeft met kritiek te maken op de manier waarop men een bepaald geloof waarneemt. Maar het is geen racisme. Oké. Ik zag een paar. Nee, jouw hand heb ik al een paar gezien. Ik ga even naar. Zijn de vragen nog maar steeds. Maar weet natuurlijk niet ontkennen dat er racisme is. Hè? Ja. Maar ik ontken wel dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt vanuit racistische motieven. Ja, ja, volgens mij kunnen jullie elkaar op dat punt niet vinden. Maar ik ga even naar de zaal. Yannick, als je die kan. Ik zag een vraag. Is je vraag nog steeds geldig? Nou, ik heb een opmerking. Even wachten, dan kom ik naar je toe. Anders missen de mensen thuis jou. Mooie opmerking. Ik ben onderwijzer en ik kan u echt verzekeren dat ons onderwijs extreem eurocentrisch is. En de aandacht die er is voor slavernij, ik weet niet, maar u mag echt een dagje met mij meekomen lopen op school. Laat ik u alle methodes zien en dan mag u mij laten zien waar uw beeld wordt bevestigd. Ik loop eruit. Oké, dat is goed. Maar mag ik iets zeggen, kan jij iets daaraan doen als individuele leraar? Weinig, want er zijn gewoon bepaalde leerlijnen die vaststaan en daar moet ik me aan houden. Ik zag daar nog een hand ergens in de lucht. Nee, oké. Hier misschien een hand, zag ik. Ja? Het feit dat u die opmerking maakte over de VOC bewijst al wat voor onderwijs u heeft gehad, gezien het aantal slachtoffers dat de VOC heeft veroorzaakt tot aan de vorige eeuw. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de politionele acties, waarbij misschien wel 100.000 mensen zijn afgeslacht in Indonesië. En mocht u wel op de hoogte daarvan geweest zijn, zou u zich nu rot schamen, denk ik.
Als ik wat gelezen had? Als u zich daarvan bewust zou zijn, van al die slachtoffers, dan zou je je moeten schamen. De dingen die ik zei over de VOC. Ik ben helemaal geen Jan-Peter Balkenende van leven de VOC en het was maar wat meer VOC-mentaliteit. Ja. Dat zei ik alleen maar in reactie op wat u vanavond net zei over dat de welvaart van de 17e eeuw hier in Nederland gebaseerd was op slavernij. Waar komt die dan vandaan? Van de handel door de... Oh, tuurlijk, de handel. Ja. Maar de handel in slaven, de handel in mensen. De handel in gestolen grondstoffen. De handel in... Die kwam van de plantages waar slaven gedwongen werden op te werken. Welke handel heeft u het exact over? Dit is inderdaad wat we krijgen op school in Nederland. Nederland is rijk en welvarend geworden omdat we goed waren in handelen. En ze vertellen je niet handelen waarin. Ja, oké. Bartje, nog één keer... Er is geen VOC-schip geweest die gehandeld heeft in... Ja, maar waarom blijft u terugkomen op de VOC? Dat betekent niet dat er geen slavernij is geweest. Dat is net aangegeven dat de VOC heel veel te maken had met de politionele acties en kolonialisme. De VOC is rond 1800 afgeschaft. Het spijt me voor u. Oké, dan misschien moeten we naar die mevrouw daar. Heeft u een vraag? Moet die gekker worden. Oké, ze hebben geen enkele tot slaafgemaakte vervoerd. Maar als het dan alleen maar gaat om specerijen, denkt u dan dat het vrolijk ruilen was van specerijen? Denkt u niet dat het was geef of ik schiet van de VOC? Oké, duidelijk. En, ja. Maar dat was eigenlijk niet de vraag die ik had, of de opmerking die ik had. Je hebt een hele lijst, zie ik. Nee, want anders begreep ik gewoon niet in mijn zin. Dat ja, stel een vraag. Als je... Je had het net over dat je graag op intellectueel niveau goed zou willen nadenken over een onderwerp en dan een structureel gesprek erover wil hebben. Ja. Maar dan adviseer ik je om een keer te luisteren naar wat Abu Qasim zegt, in plaats van zijn opmerkingen continu te verdraaien en hem af te schepen als een of andere populist zoals Fortuyn. Ja. Oké. Okay. Nee, ik zei niet dat hij een populist is zoals Pierre Fortuyn. Nou, het scheelde niet veel. Nee, ik zeg de methode is gewoon... Van de man die niet gehoord wordt en een punt wil maken. Ja. Ja. Volgens mij werd hij wel gehoord, want hij stond helemaal bovenaan in de peilingen. Daarna, ja. Net zoals Geert Wilders op dit moment de grootste partij in de peiling is, in case you didn't know. En dat is puur op basis van een racistische agenda, waarbij moslims worden gemarginaliseerd. Dus dat sluit ook aan op de discussie over vrijheid van meningsuiting. Niet alleen krijg je minder te maken met repressie op het moment dat je dat soort uitingen doet. Je wordt er zelfs voor beloond, want je wordt de grootste partij van het land. Dat is de realiteit waar we nu in leven. En Abu Qasim, even voor de volledigheid. Ik weet niet hoe ik die vraag netjes kan stellen, maar ik heb het idee dat jouw arrestatie juist heeft geholpen dat jouw boodschap beter aanvaardt. Als een cadeautje uit de hemel. Maar je bent gearresteerd, weet je, dat is helemaal natuurlijk niet fijn. We kunnen erom lachen, maar... terugkreeg, ja. Is toch, weet je, heeft wel een beetje de zaak geholpen of niet soms? Hoe kan je daar kanttekeningen bij pakken? Ja, kun je vertellen hoe dat relevant is wanneer we het hebben over het vraagstuk van repressie? Kijk, ik word gearresteerd en ik ben een activist, ik heb een bepaalde publieke functie en dan moet ik daar op een bepaalde manier op reageren. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Ja. Zoveel mogelijk in ons voordeel. Yes. Betekent het dat we op zoek zijn naar dat soort repressie? Nee, absoluut niet. Want u moet zich afvragen, die confrontatie en die arrestatie, heb ik die veroorzaakt? Of zijn het dubbele standaarden in Nederland die ervoor zorgen dat ik op dat moment gearresteerd was? Ja. Nou, ik denk toch echt dat laatste. Daar ligt het probleem. Ja. En jij denkt dat als jij die ook had gezegd, fuck de koning, was jij ook gearresteerd? Het is geen dubbele standaard op dat punt. Het is even in de microfoon. Mogelijke overtreding van artikel 111 van het wetboek voor strafrecht. Dat is bij mij ook doorgevraagd. Ja, ik ben bang. Even kijken, nog een paar vragen graag uit de zaal. Nieuwe handjes wil ik zien, zoals bijvoorbeeld... Als ik het zou zeggen, zou ik bijna beledigd zijn als ik niet goed. Ja, ik vond het wel interessant over dat er werd gesteld dat er in het onderwijs eigenlijk niet zoveel vragen wordt gesteld bij de bestaande structuren of bij onderwerpen als de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Ja. Ik ben vierde jaar student leraar maatschappijleer. En maatschappijleer is volgens mij juist een vak waarbij dat soort dingen echt ter discussie staan. En de positie van maatschappijleer wordt steeds sterker. Je ziet ook dat er steeds meer maatschappijwetenschappen komt. Ja. Dus als je dat ziet, dan is dat een beetje tegenstrijdig met het feit dat er geen vraagtekens bij deze structuren zouden worden gezet. Nee, maar kijk, het is geen permanente situatie. Nee. Bijvoorbeeld dat je Zwarte Piet niet mag bekritiseren of wat dan ook. Ja. Het hele idee is... die dingen staan ter discussie en die kunnen veranderen. Ja. En hoe veranderen die?
als wij ons van onderop organiseren en eisen dat ze op die manier veranderen. Ja. En we zien dat dat op verschillende vlakken in Nederland op dit moment aan het gebeuren is. En dat is een welkome ontwikkeling. Ja. Dus dat is iets zekers goed. Maar we moeten wel onthouden dat het het resultaat is geweest van strijd. En dat dat niet gratis was, ja. Maar dat daar offers voor zijn betaald. Ja. Mensen een prijs hebben betaald in termen van arrestatie, ja. Of in termen van hun tijd erin stoppen. Ja. Mag ik je een vraag stellen? Je bent vierdejaars student, zei je. Dus ja. Je wordt straks leraar. Op middelbaar onderwijs, hè? Klopt dat? Wat we net hoorden bijvoorbeeld over het slavernijverleden en dat soort zaken. Is er ruimte om die dingen bespreekbaar te maken? Hoe zie jij het? Word je blij? Loop je stage? Zie je dat soort dingen gebeuren? Of denk je, jongens, het schiet maar niet op? Geen geschiedenis, specifiek maatschappij leren, maar op jouw vak. Is er een beetje ruimte om dit soort gesprekken, dit soort discoursen tegen elkaar te hebben? Bij maatschappij leren juist heel veel. Ik denk dat juist een heel belangrijk onderdeel van maatschappij leren is dus de actualiteit en de maatschappelijke discussie. Ja. En zeker discriminatie en vrijheid van meningsuiting zijn juist onderwerpen die bij maatschappij leren uitgebreid aan de orde worden en ook besproken worden. Dus dat de dialoog aangegaan wordt met de klas en met de leerlingen onderling. Ja. Dat is een van de belangrijke kenmerken van maatschappijleer, dat daar juist kan. Ik herken dat ook. Dank je wel. En ik zie dat soort teksten. Ja. Ik heb ook toevallig in het maatschappijleerboek van mijn broertje gekeken. En daar stond een keer een meerkeuzevraag in waarin... en dat ging over dat Marokkanen vaak crimineel zijn. En de vraag was dan, hoe kan dat? En er waren hele rare keuzes, ik weet niet meer wat exact de details waren. Het gaat om, die dingen gebeuren inderdaad. Kijk, Nederland heeft een zelfbeeld van, en het speelt een sterke rol in Nederlandse identiteitsvorming, van wij zijn een tolerant en een vrij land. En dat sijpelt ook door in de schoolboeken inderdaad, bijvoorbeeld in maatschappijleer. Dus ze zullen je wel vertellen, wat is discriminatie? Wat zijn verschillende meningen? Tegelijkertijd zullen diezelfde boeken je niet vertellen wat de realiteit is. Ja. Dus ze vertellen je dat Nederland een tolerant land is, waar we veel verschillende meningen mogen hebben en dat wordt aangemoedigd. Ja. Maar de realiteit is dat bepaalde gemeenschappen met structurele marginalisering te maken krijgen. Ja. Dat wordt tegelijkertijd niet verteld in die boeken. Ik heb nog één keer voor de laatste opmerking. Het klopt niet. Ja, precies. Ik ga even kijken. Het feit dat Nederland een tolerant land zou zijn, die stelling wordt juist bediscussieerd bij maatschappijleer. Oké. Okay. En... Het maatschappijleerboek dat meestal wordt, ik geef geschiedenis en maatschappijleer. Ja. Op zo'n vraag die u een beetje vervormd weergeeft, van hoe komt het dat heel veel Marokkaanse jongens in criminaliteit terechtkomen? Weet je wat het antwoord is volgens het boek? Omdat de Nederlanders ze discrimineren. Ja. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Nee, ik bedoel het gewoon in het algemeen. De tweede opmerking was... We vertellen al die dingen. Maar ik wil het later controleren. En dan weet iedereen dat u dit nu heeft gezegd. Want dit klopt gewoon niet. Okay. Ik stuur het kopietje. Ik zie een nieuwe hand. Maar ik wil eigenlijk... Het is al 9:55 bijna. Dus een laatste opmerking daar. Of een laatste vraag, hoop ik. Een vraag. Wacht even op de microfoon. En Renzo. Ik wil jou dus even vragen om de avond af te ronden. Heren, we gaan het een beetje afronden. Maar ik ben bang dat wij aan de bar doorgaan. Klopt dat? Dan gaan jullie echt praten, hè? Gewoon, dan ga je echt fuck de koning zetten. Oké. Okay. Ja, ik heb één vraag voor meneer Alsjeberi. Ik vraag me af waar die behoefte vandaan komt om Nederland te belasteren. Het is toch zo dat de slavernij meer dan 100 jaar geleden is afgeschaft. De slavernij is afgeschaft door actievoerende christenen in de tijd. Dat waren de abolitionisten. Dankjewel. En bovendien is het zo dat toen die eerste Europese zeevaarders op de kusten van Afrika aankwamen, kwamen ze daar in een situatie terecht die daar bestond. U heeft een vraag gesteld, maar gaat u het ook antwoord geven of wilt u het antwoord van hen horen? Die slavernij is afgeschaft. Ja. En waar komt de behoefte vandaan om Nederland te belasteren? Duidelijk. Nog één keer, want we hebben die eens heel lang over Een korte opmerking. Wordt hier gezegd dat slavernij dat christenen waren geweest die daarvoor actie hebben gevoerd zodat het afgeschaft wordt. U ontkent compleet de ervaring en de offers die zwarte mensen zelf hebben gemaakt in hun strijd tegen de slavernij. Alsof dat niet bestaat. En dit is zo'n witte redder ideologie. Die suggereert dat zwarte mensen
hoewel witte mensen zelf tot slaaf hebben gemaakt, dat zwarte mensen witte mensen ook nodig hebben om ze te bevrijden daarvan. Ja. Zo is dat niet gegaan. U heeft een heel vertekend beeld van de geschiedenis. Ja. Waar komt mijn zogenaamde behoefte vandaan om Nederland te belasteren? Slavernijverleden, koloniaal verleden, bombardementen op Irak, etnisch profileren, mensen uitsluiten van de arbeidsmarkt. Het is een lange lijst. Ik kan nog even doorgaan. U zou Nederland ook moeten belasteren. Oké, duidelijk. Zoals ik zei, ik wil even met Renzo eindigen. Mag ik er nog iets op zeggen? Ja, maar dan gaan we dit afronden. Dat we deze avond zouden beëindigen met het belasten van Nederland. Ja. Heeft hij gedaan. Ja. Ja, jij doet ons er allemaal toch op. Nee, alleen hem. Alleen hem. Nee, ja. Hij heeft al een reactie. Ook een lijst met 10 positieve punten door van Nederland. Ja, positief. Ja, ik weet niet waarom dit zo relevant is op het moment dat wij structurele ongelijkheid aankaarten, dat we negatief worden genoemd. En dan moeten we praten over de positieve dingen. Ja, ik snap dat niet zo goed. Mag ik die vraag herformuleren? Je hebt in ieder geval alles vanavond mogen zeggen wat je wilde zeggen. Ja. Dankjewel. Nee, ik bedoel als argument dat Abdelkazim heeft gezegd dat hij Willen zou kunnen zeggen dat hij zou willen. Dat is dus absoluut niet waar. Omdat ik vanavond hier door een microfoon heb gepraat. Ja. Bestaat, mogen mensen nu ineens alles zeggen over Palestina en alles zeggen over... Ja. Okay. Duidelijk. Ja. Heren, ik merk toch een kleine vijandigheid zo laten op de avond. Vijandigheid? Nee, we gaan zo meteen olieworstelen. We gaan zo olieworstelen, oké. Okay. Misschien is het tijd... Ik ben trots op Nederland. Ja. Renzo. Wees maar blij dat je er bent. Je hebt het boek. Oh, dankjewel. Wacht even. Ik moet blij zijn dat ik in Nederland woon. Ja. Dankjewel, witte man, dat ik hier mag wonen in dit land. Dat vind ik heel lief van u. We moeten met z'n allen blij zijn dat we een land hebben zoals Nederland is, waar je alles... Nee, maar zo zei je dat net niet. De enige reden dat ik hier in Nederland ben, is omdat Irak vernietigd is, onder andere door het Nederlandse leger. Anders was ik gewoon rustig in Irak gebleven. En had ik daar een veel leuker leven gehad, waar ik niet te maken krijg met structurele uitsluiting. Dus ik hoef niet te horen, je moet blij zijn dat je hier mag zijn. Het argument zou moeten zijn... Had je niet Fuxodam het argument... Oh mijn god. Het argument zou moeten zijn... Nederland had überhaupt Irak niet moeten aanvallen, ten eerste. En ten tweede is een anekdote die ik wel eens van mijn broertje heb gehoord. Irak heeft ooit een koning gehad. Die man was het volk aan het bestelen, net zoals de Nederlandse koning. Het enige deel wat er met die man is gebeurd? Hij is verdreven door die partij van... Nou, hij is verdreven en hij is in stukken gehakt door het volk omdat hij van ze aan het stelen was. Dus ik hoef niemand hoeft mij te vertellen dat in mijn land dat wij dit niet mogen zeggen of wat dan ook. Alsof ik minder recht van spreken heb omdat ik geboren ben in een ander land. Waarom is het überhaupt relevant wat ik in Irak wel of niet mag zeggen over Saddam Hussein in het gesprek? Ik ben er echt benieuwd naar. Nee, ik bedoel het helemaal niet neerbuigend of zo, dat ik heel blij ben dat we met z'n allen in een land wonen als Nederland. Kan je leven met deze correctie? Dat we heel blij mogen zijn dat we met z'n allen leven in een land als Nederland, waar iedereen vrij is en kansen krijgt. Nee, iedereen is niet vrij en niet iedereen krijgt kansen. Ik heb daar net heel lang over gepraat. Ja. Nou, dat vind ik van het punt van escapisme. Dat grens van escapisme. Nee. U heeft de uitspraak net helemaal vervormd. U zei iets heel anders. En toen ik erop wees, toen veranderde hij ineens. Ja. Nee. Maar kan je daarmee leven? Dat is escapisme trouwens. Krijg toch een heel andere lading in deze gesprek. Ja, ik denk echt dat we moeten olieworstelen om het een beetje goed af te sluiten. Vinden jullie het goed als ik Renzo nog een keer specifiek over vrijheid van meningsuiting even een overview kan geven wat hij vanavond heeft gehoord? Een beetje neutraal slot. Hè? Ja, Renzo. Misschien moet je daar even plaatsnemen. Oh ja. En dan hoop ik echt dat je het echt in 2-3 minuten kan afronden. Het hoeft niet eens positief, maar het zal wel fijn zijn. Ja, ik heb wel een paar interessante dingen. Nou, ten eerste een compliment voor de discussie. Ik heb de afgelopen tijd vrij vaak in debatten gezeten over de vrije meningsuiting. En ik heb me laatst wel eens een keer verveeld. Toen had ik de neiging om een spandoek te gaan maken en daarop te zetten. En nou 10 minuten allemaal de koppen dicht en nadenken. Die neiging heb ik vanavond niet gehad om zo'n spandoek omhoog te houden. Dus dat is compliment.
Ik zie wel dat soms, misschien, ik denk wel door beide heren, wordt, en ook door een heleboel mensen uit de zaal, wordt vrijheid van meningsuiting verward met gevrijwaard blijven van kritiek en ik moet gelijk krijgen in mijn mening en ik moet de hele dag gehoord worden. Ja, dat is dus niet hetzelfde. Ja, je hebt dus niet altijd het recht op volpagina nieuws van de krant, dat je daar je mening mag uiten en dat iedereen je daar gelijk in geeft. Verder heb ik ook een aantal malen gehoord van Al-Jaberi, dat die... Jaberi, excuseer. Dat is de realiteit. En daarmee werden alle andere dingen gelijk, vragen uit de zaal of een opmerking van Bart-Jan Spruit, werden weggeveegd. Ook dat is niet helemaal het vrije meningsverhaal. Je moet juist in overleg gaan. Wat me ook opviel, dat vond ik ook interessant, dan zei Bart-Jan Spruit iets. Jij vulde het verder heel hard in. Vervolgens vulde Bart-Jan Spruit het aan en werd hij aangevallen op het aanvullen. Ja, zo zei je het eerst niet. Nee, maar mag je niet je mening soms een lichtje nuanceren, veranderen? Want ja, dat lijkt mij eigenlijk een hele gezonde zaak. Dus kortom, wat willen we nu? Willen we dat die ander bij zijn standpunt eeuwig blijft en gaan we hem daarop aanvallen? Of gaan we hem aanvallen omdat hij een heel klein beetje is veranderd van mening? Of omdat hij niet bij jouw perceptie past? Dit zijn dus de ingewikkelde vragen waar we allemaal tegenaan lopen. Vandaar dat ik toch de neiging heb om het spandoek toch eigenlijk de lucht in te houden af en toe. Even nadenken en dan... Ja, sterker, ik dacht dat je de spandoek wilde ophangen met vanavond voor 10 euro te koop. Staat allemaal in dit boek. Heren, ontzettend dank voor jullie bijdrage. En lief publiek, ook jullie allemaal voor bijdrage. En mensen die thuis kijken, fuck de vrijheid van meningsuiting en een hele fijne voortzetting van de avond verder. Dank jullie wel. Thank you.